Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op de Hoogte. Het programma waarbij we je een kijkje achter de schermen geven van het Van der Valk Hotel in Tiel. Elektrisch en hybride autorijden is van deze tijd, economisch en verantwoord voor het milieu. De Van der Valk Hotels bieden de eigenaren van deze auto's graag de mogelijkheid om hun auto op te laden. Het voordeel is de goede bereikbaarheid en vanzelfsprekend gratis parkeren. Elektrisch autorijden is niet nieuw. In 1914 reden er al 60 elektrische taxis in Amsterdam. Dat wist je niet, hè? En momenteel rijden er 100.000 auto's, naar schatting, in Nederland. Elektrische auto's, al best wel veel. Daarnaast heb je nog de hybride. Hybride is half benzine, half elektrisch. En ook die moet natuurlijk opgeladen worden. Momenteel heeft bijna ieder automerk wel een hybride in zijn collectie. Ik rijd momenteel in de hybride Fisker. Ik denk wel een van de gaafste hybride sportwagens op dit moment. Sommige Van der Valk Hotels bieden ook de mogelijkheid om gratis te laden. Dit is afhankelijk van de duur van uw verblijf. Zo zijn er verschillende pakketten. Meet and Charge, Eat and Charge, maar ook Sleep and Charge. Ook de Fisker moet dus opgeladen worden. En hoe handig? Dat kunnen we ook doen bij Van der Valk. Ze hebben een elektrisch oplaadpunt daar. Super handig, toch? Ieder hotel heeft laadpalen van de ANWB Greenflux. Het starttarief is €1,98 voor Greenflux pashouders en 25 cent per kilowattuur. Tesla-rijders laden altijd gratis via de nieuwe Destination Chargers. Van der Valk. Duurzaam en gastvrij. Op de begane grond vind je de Chicho Bar in Hotel Tiel. Een plek voor koffie en theeverwennerij. De verschillen die ik heb zijn 5 soorten. Ik heb de Keniaanse, die heeft een beetje dat bittertje als nasmaak, wat chocolade ook heeft. Dan heb ik een Braziliaanse, dat is een wat vollere van structuur, een beetje wijnachtige body heeft die. Dan heb ik een Ethiopische, dat is een beetje een citrusachtige nasmaak. Dan heb ik een Indiase, dat is een Robusta boon, is meer een espresso boon, dat is een vrij pittige bak. En dan heb ik een Colombiaanse, dat is een beetje de dagelijkse koffie, een beetje karamelachtig. Wat ik in het assortiment heb, is appelgebak, cheesecake, bananenbrood, brownies en muffins. Dat is een mooi assortiment, maar welke vind jij het lekkerste? Geef mij maar de muffin. Met Annabel betreden we de volgende keer verboden terrein. En we nemen een kijkje op het grote nieuwe zonnige terras. En vertelt general manager Jan Rutgers uitgebreid over het eigen bijenvolk.